kom even een Q&A met Jeroen opnemen. Dat is voor morgen. Oh ja, en allerlei imitaties gaat hij doen natuurlijk, of niet? Ja, als genoeg mensen het hebben gevraagd, wel. Jawel, het waren er al heel veel, zag ik. Kijk, dit is dus Nederlandse showbiz, dat je je eigen bank moet klaarzetten voor een Q&A. Hij stond, er was hier een beetje denk ik vanochtend bij Gerard, dus die bank die stond daar. En blijkbaar heb je hier het beste licht. Hé, hey, vraag eens wat ik morgen ga doen. Wat ga je morgen doen? Nou, leuk dat je het vraagt. Ik ga morgen naar de open dag van Tergooi. Om op een groot scherm live een knieoperatie te bekijken. Ah, bah! Maar niet omdat ik dat leuk vind, maar mijn moeder wil dat heel graag zien. Jeroen, nog even, vlak voor de uitzending. Ik was nog een vraag vergeten. Ja. Wouter van der Goes. Wouter van der Goes. Die vroeg zich af hoe het kon dat jij zo heel veel feiten kan onthouden en heel veel feitjes. Ja, dat weet ik niet. Hij zegt dat jij dingen weet over hem die hij zelf alweer was vergeten. We hadden van de week, had ik met Pieter, ging Pieter gewoon een willekeurig snelwegnummer noemen en ik wist gewoon waar die lag. Dat ik ook denk, wat ben ik voor? Wat ben ik voor? A28. Utrecht-Groningen, maar die weet je toch? A3. A3, bestaat niet. Nou, bijvoorbeeld over mij. Kan ik even laten zien dat we elkaar al heel lang kennen. Ja. Weet je iets, wanneer kwam ik bij 3FM Nieuws? Gok 2001? Klopt het? Ja. Echt? Ja. Ja, de dag van gisteren, Martijn. Ja, toen was jij al beroemd. Toen was ik al beroemd. Ja, toen zat je al bij Ruud. Ja, deed wel de middagshow. Ja. Ja, dat is waar, ja. Ik ben hier zo trots op. Bram de Wijs staat dus gewoon met Kinderen voor Kinderen in het AD. Kun je het even voorlezen, Ewout? Met je mooie bakkelieten stemgeluid. Vlogger Bram de Wijs maakt filmpjes over de jonge zangers. Kijk mee achter de schermen en laat live concerten zien. Het is uitgegroeid tot een internetimperium. Wat je nu op YouTube zet, brengt iets teweeg, merkt hij. De vlogger, zelf ook razend populair, verwacht dat het online succes alleen maar groeit. Hey Annemiek. Hey Martijn. Ken jij Bram de Wijs? Ja, dat is toch die razend populaire vlogger. Ik heb een Q&A gedaan met Jeroen Kijk in de Vechten. Jo. Heel erg leuk. Ja, leuk man is dat. Voor wie was dat leuk? Voor Jeroen of voor ons? Voor jullie ook wel, denk ik. Hij zegt wel dingen die je nog nooit hebt gehoord. Echt waar? Ja. Oh, wow. En toen zei hij, moeten we niet een soort doorgeef Q&A maken? Dat is een leuk idee. Dat is leuk, toch? Ja, en uiteindelijk kom je dan bij Radio 5 terecht. Nou, misschien al vrij snel. Als je dat wilt, tenminste. Nou, ik ga eerst even de Q&A van jullie kijken. Hey Martijn. Hi. Als ik zeg razend populaire vlogger. Bram. Waar ken jij Bram van? Ja, jongen, die gast die monteert super strak. Ja, ik toch ook. Wacht. Ja. Wat ik heel leuk vind, is dat het in onze Q&A helemaal niet over gaat dat jij mannen leuker vindt dan vrouwen. Had je dat gewild? Nee, juist niet. Oh. Ja, maar het is wel zo. Ja, maar dat is leuk. Nee. Ik bedoel, als iemand uit de kast wil komen, moet hij dat zelf maar doen. Nee, heeft hij ons niet voor nodig. En, dan kan ik meteen even reclame maken voor Bram de Wijs. Kan je even zo met je linkerhand in de hoek wijzen? Bram de Wijs. Daar zo, iets hoger. Daar staat nu een linkje naar zijn gayvlogs. Hij is leuk, hè? Ja, hij is heel leuk. Ja. Wil je chips halen? Ga ik voor je regelen. Waarom kan het niet? Omdat het is afgesloten. Wil je kijken? Ja, laat even zien. Kijk. Wat de hel? We zitten vast. We zitten op klik hier. Nu kom ik niet meer daarheen. De snoepautomaat staat daarachter. We zitten vast. Ik moet er hele weekend hier blijven. Wie kookt er vanavond? Vanaf nu zijn we een woongroep. Nee, we komen er niet meer uit. Laat het mij koken. Dan ga jij koken? Doe ik wel afwassen. Oh, mooi. Ik zit weer in het sinaasappelpel moment. Iemand zei al. Hou op. Dat hij jou een paar keer geen sinaasappel had zien pellen. Nee, luister jongens. Het is geen sinaasappel meer. Het is een appelsien. Oh, sorry. Slecht nieuws voor fans van Dion. Onze stagiair. Je gaat weg, hè? Ik ga de tent verlaten, ja. Yep. Het is maar voor een weekje, ja, maar toch. Definitief. Wat ga je doen? Ik ga skiën. In Val d'Or, Frankrijk. Wat leuk, Ruud, dat ik je een keer met een appelsien zie. Appelsien zie. Mensen hadden het al gemist. Het wordt me te veel Gerard Ekdom als ik me nu omdraai en zeg, ja, wil jij mijn appelsien? Annemiek, snap jij het ook niet meer? Nee. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ik wil iets uit de snoepautomaat, maar ik moest het helemaal... Dat kan helaas niet meer. Nee. Maar ik wil ook niet ergens opstappen wat niet kan. Jan-Willem. Ja. Oeh. Je mag er niet meer in en je mag er niet meer uit. Nou, ik wil naar mijn auto. Het pand ging drie op slot, dus nu moet je hier blijven. Oké. Wij slapen in de studio. Ja, zijn er laat.
Oh, shit. Hoe ga ik dit nou doen? Ik heb een Q&A gedaan met Jeroen Kijkendevechten, wat heel erg leuk was. Ging ook een beetje over jou. Ja. En het waren ook nog aardige dingen zelfs. Kijkendevechten? Ja, ik was ook verbaasd. En toen zei hij, ik geef het stokje door, ik wist helemaal niet dat er nog een Q&A kwam, aan Ruud. Dus concreet is de vraag, kan ik jou een kwartier doorzagen op korte termijn een keer ergens? Ik wil geen Q&A. Een vraag en antwoord dan? Nee, wil ik ook niet. Ik wil dat, ik vind het ook van Jeroen een sapvervlekking. Ik wil dat niet. Nee? Ik vind dat we hier nuchter moeten blijven, ondanks dat we nummer 1 zijn. Goed. Stel dat iemand jou uitnodigt voor een Q&A. Ja. Hypothetisch, hè? Ja. Zou je dan ja zeggen? Natuurlijk zeg ik ja, maar ik denk niet dat heel veel mensen nou heel erg geïnteresseerd zijn. Sorry dat ik ondertussen wat opzoek, hoor, want dit komt heel onaardig over. Oh, ik ben aan het werk, hoor. Maar dan zou je dus geen nee zeggen. Dat jij nou één keer in een half uur even wat moet roepen? Ik heb gewoon echt een baan. Ik zou dat wel doen, het lijkt me hartstikke leuk. Ja? Ja. Wat zou je van me willen weten dan? Even denken, wat is een leuke vraag voor jou? Weet ik veel. Wat vind je stomste collega? Ik noem maar wat, hè. Nou, daar sta ik toevallig nu mee te kletsen. Oké, dat was wel. Hoe werkt het nou? Even de trap af. De showtrap van... De showtrap. En daar hebben we de loper voor jullie uitgelegd. En dan via de fietsuitgang naar buiten. Fietsuitgang naar buiten toe. Een netje busjes geweest. Spannend, er gebeurt nog eens een keer wat. Dames en heren, dit is de Showbiz Quiz met Ewout de Jong. Ja. Dan een karige showtrap als ik eerlijk ben. Hallo. Nee. Wat wordt het? Saus. Een beetje Jamie Oliver, hè, dit? Ja. Alleen nog een nub of butter. En some lemon juice. Beetje lemon juice. Nou, op een houten plank, klaar. Wat olijfolie erbij. Hoppa. Saus.